Sinds december 2019 heeft hij zijn haren laten groeien en nu is het tijd om het eraf te halen. Gisteren was het Wereldkankerdag en ter gelegenheid hiervan wilde Mesa Plant zijn lokken doneren aan Stichting Haarwens. Zo'n 30 tot 35 centimeter zal er afgaan en dat is meteen ook een heel ander gezicht. Ik weet niet of ik mezelf meer kan herkennen, want ik heb mezelf al heel lang gewoon met lang haar gezien en ik weet niet meer precies hoe ik er dan uitzie met kort haar. En dan is het zover. Komt hier? 1, 2. Nou, het moet 35 centimeter zijn om er iets moois van te maken. En 7 tot 8 vlechten, dan kunnen ze een mooie pruik maken. We maken allemaal staartjes en vlechten ervan om het bij elkaar te houden. En dan knippen we af tot de 35 centimeter en daarna maken we er een mooi kapsel van. Kijken wat we overhouden aan haar, hoe kort het kapsel kan worden. Zo'n kort kapsel is natuurlijk wel even wennen. Als ik hier zo voel, dan voelt het alsof het niet mijn hoofd is. En net in een spiegeltje, toen was het ook een beetje raar. Maar nu gaat het wel. Dit voelt wel fijn nog wel. En ik ben heel blij dat het is gebeurd, want ik heb er heel hard voor gewerkt. Ja, ik dacht eigenlijk van, wow, het ziet er wel heel erg mooi uit. Ik herkende hem toen al die vlechten eraf gingen en echt niet meer. Hoewel het lange haar ook mooi stond, vind ik het ook wel heel fris koppie. En ik ben ook gewoon super trots. Naast het doneren van zijn haar wilde Mees graag nog meer doen voor de kinderen die ziek zijn. Daarom heeft hij samen met zijn moeder een actie opgezet om zoveel mogelijk geld op te halen voor Stichting Kika. Toen dit moment naderde, toen hadden ze iets van laten we ook een actie opstarten. Want hij heeft natuurlijk toch wel 4 jaar lang zijn best gedaan om het haar te laten groeien. En waarbij je ook veel geld hebt ingezameld. Want uiteindelijk komen jouw haar hopelijk ook ten goede juist aan kinderen met kanker. Die hopelijk ook genezen en daar wil je ook een bijdrage aan leveren. En ga je het nu nog een keer laten groeien, denk je? Nee, dat doe ik niet meer, want ik heb het gedaan en ik ben blij dat ik het een keer heb gedaan.